Ja, maar liefst 9 jaar moesten de liefhebbers wachten op een nieuwe Audi Q5. Maar ja, het is ook niet zo gek dat die auto zo lang in productie bleef, want hij verkocht gewoon razend knap. Het is zelfs een tijdje Audi's best verkochte auto wereldwijd geweest. Maar liefst 1,6 miljoen zijn er van dit ding verkocht. En nu? Nu is het dan een tweede generatie. Alleen die opvolger die heeft een probleem, want toen de auto uitkwam in 2008, ja, toen was er eigenlijk, het was allemaal paais en vreeën. Er was een Mercedes GLK, nou, een van de lelijk vierkant hok. De eerste generatie BMW X3, nou, die worden niet voor niks allemaal geëxporteerd, want die wil niemand meer zien. Dus de Q5 had eigenlijk een beetje de wereld voor zichzelf. Maar nu is het echt totaal anders. Er is meer dan ooit hevige concurrentie voor deze Q5. De X3 is enorm opgeknapt. Mercedes heeft een bombardement aan goed uitziende SUV's. Maar er is zoveel meer. De nieuwe Volvo XC60, de Jaguar F-Pace, Range Rovers, de nieuwe Velar, er is nog de Evoque. Te veel om op te noemen waar deze Q5 nu tegenop moet gaan boksen. Ja, en die designers van Audi geven ze eens ongelijk. Die gingen natuurlijk voor safe. Die dachten, never change the winning team. Dus niet te veel veranderen aan het uiterlijk. Dat is dan ook niet gebeurd. Hij groeide wel wat groter. Hij werd een paar kilo lichter. Maar het is allemaal niet zo spannend. Zoals wel vaker bij Audi. En waar Audi dus weinig aan het uiterlijk heeft gedaan om dat te veranderen. Nou, daar is wel wat redelijk wat gebeurd hier aan de binnenkant. Want wat je dus niet ziet is dat die wielbasis flink is opgerekt, bijna zo'n 20 centimeter. En dat zie je echt dat die auto ten opzichte van zijn voorganger groter is geworden. En met name zie je dat op de achterbank waar eindelijk ook mensen, volwassenen, een beetje fatsoenlijk kunnen zitten. Maar ook dat Audi interieur. Ja, ik blijf het zeggen, Audi doet dat zo mooi. Picobello, het ziet er goed gelikt, verzorgd uit. Mooi, mooie materialen. Ook het stuur en dat brede scherm wat je dan kunt zien voor de navigatie. Audi heeft dat gewoon goed voor elkaar. Ja, de firma POM, importeur van onder meer Audi, heeft ons deze meegegeven. En deze is een 2 liter benzineversie. De basis benzineversie eigenlijk, 252 pk. Nou, daarmee gaat de 1800 kilo zware Q5 netjes van zijn plek. Nou, netjes. Gewoon meer dan netjes. 0 tot 106,3 seconden en een top van 237 km per uur. Misschien op wintersport naar Oostenrijk of Zwitserland dat je dat nog een keer aan tikt in Duitsland, maar voor de rest is dat een beetje natuurlijk leuke fantasie. Dieselen kan ook. Dan begint het bij 150 pk en dan is er ook 163 pk en nog een 190 pk. Nou, wil je nou een echt dikke benzinevariant, dan hebben ze nu de SQ5 bedacht. Maar die moet nog uitkomen in Nederland. Die is op de Salon van Genève geïntroduceerd. En die zal ongetwijfeld wel zo rond de 100.000 euro gaan kosten. Deze auto begint zeg maar bij 60. En dan heb je nog een lekker formulier met opties zoals een mooi panoramadak en een heerlijke fauteuil. Nou, dan kan je nog een heleboel aan gaan vinken, dus 80, 90 mil kun je er zo van maken. Maar 60 is een beetje de basis en dat is eigenlijk, ja, dat geldt eigenlijk voor het hele segment van deze, komt hij weer, mooi Nederlands woord, midsize SUV's. Dat zat allemaal een beetje zo rond de 50.000 euro en dat is allemaal nu zo geruisloos opgeschoven naar de 60 mil. Er is nog één uitschieter, dat is zijn snelle broer, de Porsche Macan. Want die begint echt pas bij ruim 70 mil. Ja, ik rijd nu een paar dagen met die Q5 en is gewoon een heerlijke reismachine. Ik bedoel, onder alle weersomstandigheden, het is gewoon een heerlijk comfortabel kantoor. En je zit lekker te bellen, muziek, alles is gewoon goed geregeld. Alleen, ja, het
had allemaal wel iets spannender gemogen, Audi. En dat is een beetje ook de conclusie. Er is nu zoveel concurrentie. En als je kijkt, die zijn soms wel spannender. Ja, die Jaguar F-Pace, die ziet er gewoon goed uit. Dan heb je die nieuwe Alfa Stelvio. Nou, Porsche Macan, ga zo maar door. Spannender, Audi. Ietsje leuker. Dat had toch wel gekund.